Jaap van der Stel, je bent lector in de geestelijke gezondheidszorg. En ik hoorde van mijn vrouw dat jij gewoon bijzonder bezig bent met Twitter. Ik vroeg ook of je contact met me wou opnemen. En toen zei ik prima, FaceTime. Dus je houdt van dat soort nieuwe dingen. Wat doe jij eigenlijk met geestelijke gezondheidszorg en moderne technologie? Op dit moment doe ik nog niks, maar ik ben wel bezig om te volgen wat er zo gaande is in dit gebied. En ik verzin op dit moment, ik schrijf er ook al over, van wat de kansen zijn dat de e-health een rol speelt in de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. En dan denk ik dat die kansen, die worden straks gigantisch groot. Dus op het ogenblik is het eigenlijk nog niet, helemaal niet veel. Wat houdt het tegen en wat kunnen we verwachten? Wat het tegenhoudt is geld, kennis, ervaring, goede apparaten die weinig geld kosten, goede software. En natuurlijk de bereidheid van de GGZ om er iets mee te gaan doen. Maar dat is volgens mij nog het minste. Ja. Het is gewoon toch een kwestie van, als je het goed wil doen, dan moet je ervoor zorgen dat je werkelijk contact kunt hebben met de mensen de hele dag door. Goede interactie. Dat betekent dat die iPhones, die moeten in prijs enorm omlaag. Er moeten goede apps worden ontwikkeld. Dat is er allemaal nog niet. Nee. En wat zie jij dan over 10 jaar? Wat zou dan zeg maar een GGZ hebben? En wat voor lijntjes zouden ze hebben met de patiënten? En wat heeft iemand met ADHD of met autisme? Wat heeft hij aan zo'n tool wat hij altijd bij zich heeft? Denk, en wat heeft ook de professional eraan? Precies. Over 10 jaar kan ik niet zo goed inzien. Maar goed, waar het heen gaat. Ik denk waar het heen gaat is dat naar verhouding we enerzijds veel vaker contact zullen hebben met de mensen die zorg nodig hebben. Mm-hmm. Kan zijn autisme, schizofrenie, ADHD, die het echt nodig hebben. En tegelijkertijd is dat contact in hoge mate, gaat dat verlopen via computers. Dat betekent niks anders dan dat mensen met schizofrenie of autisme, die krijgen de hele dag lichte aanwijzingen, tips. Die worden vragen gesteld, daar geven ze antwoord op. Die gegevens die komen via een server. Die worden daar geanalyseerd mm-hmm. door computers. Dat levert weer op nieuwe adviezen aan die mensen. En af en toe heb je een gesprek met een hulpverlener. En die adviezen en die tips, die gaan erover niks anders dan dat mensen gewoon beter worden geleerd en ondersteund om functies waar ze niet zo goed in zijn, functie om hun aandacht onder controle te kunnen krijgen, allerlei andere psychische functies, met emoties omgaan, met motivatie omgaan, mm-hmm. dat ze daarin ondersteund worden op een manier dat ze beter zichzelf kunnen beheersen of reguleren. En dat ze dat kunnen doen op een manier die ze zelf ook onder controle hebben, in plaats van dat andere mensen dat voor hun doen. Ja, en jij ziet ook dat die apparaten ook geconnect worden met dingen uit het lichaam, om stress of hart of andere zaken te meten. Ja, natuurlijk. Ja, goed, dat kan op een hele eenvoudige manier. Je kunt de stress meten. Dat kan nu al, maar dat kan je straks doen via interactie. Je kunt apparaten maken die suikerspiegels in de gaten houden. Mm-hmm. De hartslag. Allerlei lichaamsfuncties. Die kun je meten met hele eenvoudige apparaten. Met een plakkertje. Of eventueel een naald. Die zit ingebouwd in je lichaam. Maar in ieder geval met als mogelijkheid. Dat je daardoor als arts of als werker in de GGZ veel beter en dagelijks ook veel meer in de gaten heb hoe het met mensen gaat. Ja. En dan gaat het niet om dat al die gegevens allemaal zichtbaar zijn voor die hulpverleners. Want die gegevens hoeven helemaal niet voor die hulpverleners zichtbaar te zijn. Die kun je in verband brengen met grote databestanden, die computers, om ervoor te zorgen dat je alleen maar wat doet op het moment dat het met mensen echt misgaat. Ja. Of dat mensen hele simpele adviezen krijgen in de zin van, god, zou je eens een keertje het huis uitgaan? Iets verder het huis uitgaan dan alleen maar, je kunt dan, het gewoon in de gaten houden dan met GPS. Dan ging Albert Heijn op en neer. Ja. Omdat natuurlijk op grond van gegevens van met GPS zie je, als het met mensen slecht gaat, dan zie je dat ze de hele dag blijven hangen in hun huis. Mm-hmm. En als het weer met hun beter gaat met de stemming, dan zie je dat ze eens een keertje naar Amsterdam gaan. Mm-hmm. Nou, nogmaals, die gegevens hoeven helemaal niet bekend te zijn bij die hulpverlener. Maar het kan een wel. Met een computer kunnen ze die steun in de rug geven om eens een keertje wat anders te gaan doen. Ja. Wordt er al veel geld en moeite en energie gestopt in e-health? Zie je die techniek zich snel ontwikkelen? Daar wordt ontzettend veel in geïnvesteerd. Ik denk dat een bedrijf als Philips op dit moment honderden miljoenen aan het investeren is voor het ontwikkelen van allemaal slimme apparaatjes
waarmee de toekomstige geneeskunde via e-health, en e-health is natuurlijk een verzamelbegrip van alle mogelijke apparaten, voorzieningen, apps, software, databestanden, waarmee je ervoor kunt zorgen dat op afstand, dus thuis, en niet alleen maar achter stand-alone machines, maar gewoon dingen die mensen mobiel, gewoon misschien heen hebben. Ja. Denk maar een simpele bril, dat is eigenlijk een voorloper van e-health. Mm-hmm. En deze bril, die nu miljarden mensen, nou, minstens honderden miljoenen mensen op de wereld op hun neus hebben. Dat wordt straks een slimmere bril, waar software in zit, die dingen registreert van jou, over jou, voor jou vooral ook. En nou, die gegevens die kunnen af en toe ook worden verzonden naar een databestand of naar een computer waar een databestand in zit, wat als achtergrond kan fungeren om te kijken of er wat met jou mis is. Ja, dat het jou, dat goed met jou gaat. En dat kan leiden tot een simpel advies wat je misschien kunt lezen op je bril of wat je kunt horen bij je oren, want ja, die bril heeft ook nog eens een keertje van die poten. Daar kun je een luidspreker in stoppen. Ja. En die luidspreker geeft jou een simpel advies. Misschien wel in de stem van jouzelf. Als je dat ingesproken hebt. Van, goh Jaap, nou eens een keertje het huis uit. Of goh Jaap, nou eens een keertje gaan afwassen. Ik zeg maar wat. Ja, ik snap het. Allemaal dingen die mensen helpen in het leven. Waar zij van weten dat ze daar niet zo goed in zijn. Dus het steunt mensen alleen maar. Okay. Als je het goed doet. Oké. Okay. Jaap, dankjewel. Hartstikke duidelijk. Graag gedaan.